vanuit het Ondernemersplaza in Amersfoort is dit MKB in the Picture. Welkom bij MKB in the Picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. Vandaag is het thema groeien met je bedrijf. Hoe doe je dat? Aan tafel heb ik Ties Kroesen van Nice International. Ties, welkom. Dankjewel. Nice International klinkt heel nice, maar wat doen jullie? Nou, het is ook heel nice. Okay. Anders zou het niet zo heten natuurlijk. Wat wij doen, wij zijn een zogenaamde social venture. Dus wij proberen op een bedrijfsmatige manier een maatschappelijk probleem aan te pakken. En het probleem wat wij proberen aan te pakken is in Afrika. Het feit dat mensen in Afrika wel heel veel potentieel hebben, maar vaak niet de kans hebben om het potentieel te ontplooien. En dat doen we door het opbouwen van een keten van zogenaamde NICE centers. NICE centers zijn internetcenters op zonne-energie, waar we de lokale bevolking toegang geven tot producten en diensten die hen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook in hun economische ontwikkeling, het genereren van inkomen en uiteindelijk in het ontwikkelen van de economie van de landen waar we actief zijn. Oké. Okay. Voor mij is het altijd een beetje dubbel, hè? Geld verdienen aan ontwikkelingswerk, zeg maar. Hoe gaat dat voor jou op? Hoe kan je dat combineren? Volgens mij is dat de enige manier waarop je ontwikkelingswerk kunt doen. De afgelopen decennia hebben we natuurlijk aangetoond dat het alleen maar geven van geld vanuit een caritatieve insteek, dat niet werkt. Er is miljarden in Afrika gepompt en er is relatief weinig ontwikkeling uit voortgekomen. Dus jij zegt Wilders, goed idee, stoppen met ontwikkelingshulp. Nou, dat is een ander extreem. Ik denk dat je ontwikkelingshulp moet zien als investering. Okay. En zo zitten wij er ook in. Vandaar ook dat wij een bedrijf zijn en dat we het bedrijfsmatig aanpakken. Want als je niet in staat bent uiteindelijk iets neer te zetten wat zichzelf kan bedruipen, dan komt er altijd een dag dat de subsidiepot leeg is en dat het initiatief een stille dood sterft. En daar zijn ontwikkelingslanden staan vol met dat soort projecten. Maar Ties, nou zeg je wij. Ben je de enige Mr. Nice? Of zijn er nog meer Mr. Nice of Mrs. Nice wellicht? Ja. Nou, we zijn... Wanneer ben je gestart? Oké. Okay. Nou, ik heb het niet zelf opgezet om te beginnen. Het initiatief is ooit gekomen vanuit een stichting, vanuit de energiesector. Die wilde iets gaan doen in Afrika met energie. Toen is de koppeling gemaakt tussen energie en ICT. En toen moest er een pilot komen, er moest geld geïnvesteerd gaan worden. Die stichting had geen geld. En toen heeft E-Concern, duurzaam energiebedrijf, heeft destijds gezegd, we vinden dit een interessant project, we gaan hier geld in steken. Dus het bedrijf is begonnen als dochterbedrijf van E-Concern. En ik ben dus na een jaar of twee ben ik ingehuurd om het verder uit te bouwen. Niet wetende dat een half jaar later E-Concern failliet zou gaan. En toen bevond ik mij ineens in de schoenen van een ondernemer. Want ik had wel een onderneming, maar ik had geen aandeelhouder meer en ik had geen geld meer. En vanuit die situatie ben ik verder gaan ondernemen. In eerste instantie in een poging om het bedrijf te redden. En in tweede instantie in een poging om het bedrijf verder uit te bouwen. Waarom ga je toch door? Waarom blijf jij ondernemen? Om te beginnen omdat ik erin geloof. Ik denk dat het concept dat wij in handen hebben, dat heel succesvol al is voor een stukje, maar nog veel succesvoller kan worden. En ten tweede, omdat ik er, mijn voldoening zit uiteindelijk in het iets opbouwen. Dat ik straks kan zeggen van kijk, zie je dat? Dat heb ik gerealiseerd. Dat heb ik gedaan. Of dat heb ik in ieder geval een belangrijke bijdrage aangeleverd. We hebben ook Arjen aan tafel. Arjen Meijer van Informal Investors Club Amersfoort. Welkom. Dank je. Jij hebt geld, begreep ik. Wij hebben geld, ja. En wij? Hoeveel wij? 10 mensen. Onze club is 10 mensen en we willen niet meer verder groeien dan een man of 20. En we bestaan nu 1,5 jaar. Okay. En we hebben nog maar 1 investering gedaan. Okay. Want het grote probleem is eigenlijk dat de kwaliteit van de meeste voorstellen die we krijgen bijzonder slecht is. Dus, want in deze tijd, je hoort van iedereen, er is geen geld meer, banken doen moeilijk. En ja, dan zeg ik van, dan liggen ze voor het oprapen, de mooie bedrijven. Ja, maar het is niet zo. Want, mag ik een voorbeeld geven? Ik geef jullie hier een bakje en daar moeten jullie van afblijven. En als jullie hier van afblijven tijdens het interview, dan krijgen jullie van mij een tweede bakje. Wordt wel een uitdaging. Ja, dat wordt een uitdaging. Ik heb wel trek. Als jullie eraan zitten, dan neem ik het van jullie af. Okay. En het staat eigenlijk symbool voor die ondernemer die natuurlijk nu zijn geld verdient in het bedrijf. En die kan daar een dure auto van kopen. En die kan op vakantie gaan. En die kan allemaal laten zien hoe goed hij het wel doet. Of hij kan het investeren in zijn bedrijf. En hij kan in de toekomst veel meer krijgen. En jullie ook, toch? Want dat is dan het idee. En wij ook natuurlijk. En iedereen eigenlijk. Want dan groeit het geld voor de ondernemer. Maar het groeit ook voor de investeerder.
Dus wij zijn eigenlijk op zoek naar een succesprofiel. In tegenstelling tot de banken, die hebben het altijd over risicoprofielen. Als je naar de bank gaat, dan heb je een heel risicoprofiel. En dan moet je zoveel debiteuren hebben, dan moet je borg staan enzovoort. Ja. Wij zoeken daarentegen naar een succesprofiel. En hoe ziet een succesprofiel? Wat is dat? Dit is één van die dingen. Heb jij dat of heb ik dat? Precies. Ja. Er is nog iets anders. Je kunt het op een andere manier testen. En dat zou ik graag willen doen met Thijs. Dat is het Klaartje-probleem. En ik zou het ook graag willen doen met het hele publiek. Klaartje is een meisje van 4 jaar... en wordt 's morgens vroeg door haar moeder naar school gebracht. Op haar fietsje, op zo'n heel klein fietsje, een rood fietsje. En ze zet het fietsje neer in het fietsenhok bij school. En 's middags om 2:30 zal haar vader haar ophalen. En het fietsje staat nog in het fietsenhok. Maar heel Klaartje is niet te vinden op school. Niet in de kelder, niet in de wc, niet in de, op de zolder. Klaartje is niet te vinden. Ik hoop wel dat dit goed afloopt. Ja. Ik word een beetje verdrietig van. Wat is er aan de hand? Mag ik je vragen? Dat vraag je aan mij. Ja. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ze is weg. Ze is weg. En je wordt nu getest of je echt een goede ondernemer bent. Ja, ik voel de spanning. Klaartje is met een vriendinnetje meegegaan. Dat kan. Ja. Ja. Weet je nog meer antwoorden? Klaartje is rondje gaan lopen. Rondje gaan lopen. Ze zit nog in de kast, want ze heeft straf gekregen van de juf. Dat is heel onwaarschijnlijk, vind ik, die laatste. Omdat ze nergens meer te vinden was. Dan had juf het wel gezegd, denk ik. Ja, maar misschien was de juf er even niet. Dat kan ook. Die kan ziek naar huis zijn gegaan. Ja. Dat zou kunnen, ja. Ze heeft 's ochtends de bed niet opgemaakt, waardoor ze bang is dat ze op de donder krijgt. Dus ze denkt, als ik nou me verstop, dan hoef ik niet naar huis. Dan krijg ik niet meer donder. Dat zou kunnen. Nee, dat deed je vroeger zeker niet, hè? Nee, ik verstopte me wel, maar om andere redenen. Nou, wat je eigenlijk hier ziet, is dat er een hele hoop antwoorden mogelijk zijn. Ja. Nou, die ondernemers die al die antwoorden kunnen bedenken, die kunnen de beste eruit pikken en daar achterna jagen. Die krijgen dus straks die winst. Maar er zijn ook mensen die er maar 1 of 2 antwoorden kunnen genereren. Of zelfs 1 antwoord genereren en zeggen, Klaartje is naar haar grootmoeder toe. En als je dan vraagt, zijn er meer antwoorden? Dan zeggen ze, nee, Klaartje is naar haar grootmoeder toe, want ik weet het zeker. Dat soort mensen die hebben vaak oogkleppen op en grijpen niet de toekomstige winsten die wel voor het oprapen liggen. Dat is 1 van de onderdelen van het succesprofiel. Je zegt het echt, als ik als ondernemer geld zoek, dan ga je het Klaartje-probleem voorleggen. Ja, en dat kan natuurlijk in een heel groot aantal varianten voor optreden. Ja. Kijk je ook nog naar de cijfers? Of? Tuurlijk kijken we naar de cijfers, want het is natuurlijk zo dat je, als je investeert, wil je geld verdienen. Ja, toch, ja. En afgezien natuurlijk van gewoon maatschappelijke dingen, wat we ook doen. We hebben bijvoorbeeld de Innovation Award Amersfoort, prijs van €10.000 in 2011 uitgereikt. Ook dit jaar komt hij weer. Die reiken jullie uit? Die organiseren wij, samen met sponsoren. En ik zou dus eigenlijk iedereen willen verzoeken om in te schrijven dit jaar. Op 1 november wordt je uitgereikt en dit jaar worden er 3 prijzen. Waarbij waarschijnlijk de hoofdprijs €4.500 wordt voor het beste ondernemersplan. Wat er in Amersfoort wordt gegenereerd. Okay. Ja. En zou je bijvoorbeeld ook over de grens gaan? Want jij zit wat verder weg dan Amersfoort. Wat vind je van Nice International? Dat is natuurlijk een heel nice idea. Ja, oorspronkelijk was het idee om zelfs de investeringen te beperken tot alleen Amersfoort. Omdat wij een Amersfoortse club zijn. Ja. Dat is later uitgebreid tot heel Nederland. Omdat Amersfoort eigenlijk te klein is. Maar wij richten ons helaas niet op het buitenland. Omdat het te complex is in eerste instantie. Ja. Want Thies, ik ben wel benieuwd. Jij hebt ook een partij zeg maar, die investeert in jullie. Ja. Welke voordelen zie je daarvan? Nou ja, we hebben verschillende partijen die op verschillende manieren in ons investeren. Dus die hebben allemaal een andere bijdrage. Ja. Dat brengt ons enerzijds een stuk kennis. Die partijen die zijn ook weer vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. Dus aan die manier denken ze ook mee en geven ze ook feedback. Wat heel waardevol kan zijn. Contacten. Het zijn grote partijen met veel contacten en een goede reputatie. Dus dat helpt ook. Hun reputatie straalt weer af op onze reputatie. Dus je komt makkelijker ergens binnen als je kunt zeggen van de Rabobank is een van mijn financiers. Dus dat speelt mee. Maar soms ook hele concrete dingen. Een van de financiers is een bedrijf die producten aan het ontwikkelen is die ze in Afrika willen verkopen. En we zijn dus aan het kijken of wij via onze Nice Centers die producten ook daar kunnen gaan verkopen. Dus zo concreet kan het ook zijn. Ja. Hey, jullie geven de goede vorm onder andere door franchise, heb ik begrepen. Hè? Ja. Waarom heb je voor die vorm gekozen?
Nou, om een paar redenen. Om te beginnen ben ik ervan overtuigd dat er overal, zelfs in Amersfoort, maar zeker in Afrika, heel veel ondernemerstalent zit. En dat willen we graag benutten. Want we denken dat uiteindelijk een ondernemer beter in staat is zo'n Nice Center te runnen dan iemand die we op de loonlijst zetten. En dat hebben we ook concreet uitgetest. En ja, je hebt allebei uitgeprobeerd. Ja, ja, ja. En je kunt ook niet beginnen met franchisen, want je moet eerst wat kunnen laten zien voordat je mensen over de streep kunt trekken. Een laatste tip voor een ondernemer die in deze tijd inderdaad wil groeien. Wat is jouw gouden tip? Ja, gewoon doen. Geloof erin. Geloof erin en gewoon doen. En ook al krijg je 99 keer de deur in je gezicht, klopt die 100ste keer ook aan. Ja. Arjen, jouw laatste tip? Vernieuw. Vernieuw. Ja, er zijn te veel initiatieven die te veel van hetzelfde zijn. En die achterstand in de markt kun je eigenlijk nooit meer inhalen. Maar als je gewoon vernieuwt, doe iets anders, doe iets erbij, dan kun je hele grote markten openen. Zeker weten. Dank jullie wel. Dankjewel. Jullie mogen nog. Oh, we mogen even. Kijk nou.